Goeiedag. Deze woensdag stond in het teken van rustig najaarsweer. Flink wat ruimte voor de zon en ook bovengemiddelde temperaturen. Dat maakt het ideale omstandigheden om buiten te sporten. Zoals we zien op deze foto, een mountainbiker in het Limburgse landschap. De veroorzaker van dat rustige najaarsweer is ook nog terug te vinden op de weerkaart. Woensdag eind van de middag, begin van de avond. En dat wordt veroorzaakt door een uitloper van een hoge drukgebied. De kern ligt tussen Schotland en Noorwegen. En om dat hoge drukgebied heen is de stroming met de klok mee. En dat betekent wel dat er vanuit het noorden koude lucht wordt meegevoerd. Maar met een flinke omweg en een uiteindelijk oostelijke windrichting komt dat pas bij ons terecht. Dus dan is de echte kou uit die luchtsoort al verdwenen. Op de weerkaart zien we ook meer wisselvalligheid. En dat ten zuidwesten van ons in de omgeving van de Azoren. En deze woensdag werd door de Portugese Weerdienst ook een naam gegeven aan die depressie met de letter A. Dat is de eerste naam uit de stormnamenlijst. Maar dat is door de weerdiensten van Portugal, Spanje, Frankrijk en België. En in Nederland werken we samen met Groot-Brittannië en Ierland. Dus wij hebben geen naam gegeven aan dit systeem. Als we dan voorzichtig vooruit gaan kijken, dan zien we hoe dit lage drukgebied blijft rondtollen, geleidelijk richting het noordoosten trekt. En vervolgens zien we hier opnieuw een lage drukgebied tot ontwikkeling komen. En dat blijft de komende tijd wel een beetje in stand. Lage drukgebieden die hier tot ontwikkeling komen en vervolgens naar het noordoosten trekken. Helemaal aan het einde van de animatie op dinsdag zien we hoe hier ten westen van ons ook weer een lage drukgebied voorkomt met veel blauw daaromheen. Dus de komende tijd zullen we wel wat wisselvalligheid bij ons in de buurt gaan meemaken. Wat die lage drukgebieden en die koers van die lage drukgebieden ook teweeg brengt, is een zuidelijke stroming. En dat is heel duidelijk terug te zien aan de temperatuur van de bovenlucht. Dit is op 850 hectopascal. Moet je ongeveer 10, 15 graden bij optellen om bij de temperatuur aan de grond te komen. Dan zien we hier boven de Atlantische Oceaan, de Golf van Biscayen, ook de kern van die lage drukgebieden terugkomen. Maar daaromheen wordt met die zuidelijke, zuidwestelijke wind die milde, die zachte luchtsoort richting ons land gevoerd. En als ik dan de animatie laat lopen, dan zien we eigenlijk hoe dat de komende tijd in stand blijft. De ene keer is de lucht net wat warmer dan de andere keer, maar eigenlijk telkens die zuidelijke wind die warmte naar ons blijft opstuwen. Die zuidenwind brengt niet alleen warme lucht met zich mee. Vanuit de Sahara komt daar ook wat stof mee. Dit is de verwachting vanaf woensdagmiddag. En dan zien we hoe die pluim met stof zich over ons land uitstrekt. Vanaf zaterdag wordt dat wel weer een stuk minder. Maar op het moment dat dat gepaard gaat met wat neerslag, betekent dat dat er wel een dun laagje stof bijvoorbeeld op tuinstoelen of op auto's neer kan slaan. Die zachte lucht is ook terug te herkennen in de temperatuurpluim. Dit is de pluim voor het midden van het land. En dan zien we voor volgende week eigenlijk dat die temperatuur constant 's middags oploopt richting 20 graden. In het zuiden van het land is die kans op 20 graden nog net wat groter. Kunnen er een aantal warme dagen tussen zitten, natuurlijk wel afhankelijk van het weerbeeld. Als het bewolkt is en regent, wordt die 20 graden natuurlijk een stuk ingewikkelder. Maar op zo'n zonnige middag als vandaag kan dat wel makkelijk gehaald worden. Maar met die laagdrukgebieden in de buurt wordt er ook wel wat wisselvalligheid geïntroduceerd. Af en toe kans op wat regen of een enkele bui. Sommige dagen komen er wat droger uit, zoals de zaterdag. En ook later volgende week wordt die neerslagkans iets kleiner. De samenvatting voor deze 10-daagse is dus dat het behoorlijk zacht blijft. Volgende week kans op een aantal warme dagen. Ook wat Sahara-stof en van tijd tot tijd kans op wat regen of enkele buien.